Jezus. En laat ik haar leven? Ja, zeker. Dat is ook een van de redenen waarom we weinig rage nog. Ach, special is me nu al voorbij. Ja, zo hard kan het gaan. Oh shit. Dat was een fout. Wow, Jezus. Dat kon niet, inderdaad. Heb je nu schade? Nee, gelukkig nog niet. Oké. Heb hem al hoor. Met z'n tweeën, hè? No, liever niet. Ben je nog voorzichtig ook, hè? Mooie bocht is dit, man. Is er gebeurd, Smash? Niks. Ja, ik maakte een foutje. Ah, oké. Was ik aan Peter. Heb je de afslag? Ik heb de snelheid eraf. Nee, je bent het nog steeds. Yep. Leef je nog? Ja. Oké dan. Wat een verschil met de voorgaande jaren. Tot op heden nog geen damage gereden. De afgelopen races. Ja, maar ik bedoel ook de reacties. Ja. Het is lang genoeg geleden. Ja man. Ik nodig je uit om een keer een maandje iRacing te gaan spelen. Mijn hemel. Dat lukt klinkt wel. Alsof ik dat niet wil doen. Ah jongen, dat is zo salty. Waarom? Als je de lagere regionen rijdt. Er zijn mensen die kunnen niet auto rijden. Er zijn mensen die gewoon netjes willen auto rijden en weten dat ze niet snel zijn. Ja.
En je hebt er een hele legio die vinden dat ze de beste coureur in de wereld zijn. En vooral het schuld altijd bij een ander leggen. Ziet er wel echt heel vet uit, man. Als ik dat een beetje zie op Twitter en zo. Ja, de gedachte erachter is heel erg cool. Kut, sorry, die lullen. Maar rijden. Nieuwe battles. Komt u maar, meneer. Ik ben er klaar voor. Oh. Oh. Die zag ik niet aankomen. Ik let op jou. Ja. Ik dacht dat er iemand omheen ging ghosten. Maar net op het laatste moment knalde hij toch volop in. Ja, het coole aan iRacing is dat je gewoon elk uur een race hebt. In allerlei verschillende klassen. Maar lange races? Van een kwartier tot zolang als je het zelf wil. Oh. Zie, ik moet niet praten. Nee. Ja, jij wilde graag praten, hè? Ja, dat is waar. Ik wil klaar ook niet. Ik heb nog iets meer vertellen over iRacing? Ik weet niet wie je bent of je achter me rijdt. Of, ik ben benieuwd. Ik ben de laatste, dus ik kan wel lullen hoor. Ah, oké. Okay. Of dat geeft aan van niet, maar. Dat is wel hoe je bekijkt. We zitten in ronde 4 op dit moment. Oh! Ja, dat is tegen de muur. Het niet. Wat gebeurde er al vis? Die battle bij mij, die... Alleen. Zit je in de battle? Dat is, dat is een mooie muur. Battle, toch? Ja, een mooie battlebak, zet gewoon in de muur. Ja, bijna. Dat is echt even... Ja, die harde banden, ja. Die is net alsof je aan het schaatsen bent. Ik ben op soft begonnen. Ja, ik kan het echt niet, man. Ik had even geprobeerd een paar rondjes te rijden, maar... Ja, ik zie het ook wel wanneer je achter mij zit, of voor me zelfs ook. De plekken waar jij op mij uitloopt, zijn plekken waar je echt enorme bandenslijtage hebt. Ja? Waarbij je gewoon heel rustig op het gas moet gaan, of juist heel rustig moet remmen. Daar boek je winst bij mij, de eerste 3 rondes. Ja, klopt. De eerste 3 rondes gaat altijd dan, goed. Ja, en daarna niet meer. Ja, maar het is heel lastig om... Hoe heet het? Om dat te doen op controle. Oh man. Ja, 100%. 100%. Je woont nog steeds in Portugal? Ja, man. Voor Portugal wel nice, hoor. Mijn ex woonde ooit in Lissabon. Ja. Voor Philips werkte die daar. Ik vond het echt een vet stad. Ja. Ja, ik kan wel wat het is sowieso een vet stap, ik woon nog best lang. 4 jaar. Nice man. Het is wat beter weer dan hier. Oh, het is hier echt heerlijk weer momenteel. Echt heel lekker. Smashje, kom jij inhalen, jongen? Doe je best. Ik heb toch een schade. Kan bijna gebeuren.
Gewoon de pits in duiken, toch? Ja, zoveel schade heb ik nog niet. Maar mijn strategie om lang door te blijven rijden nu, die is toch wel even af. Kijk eens, zit ik mijn tank leeg in de rij. Wel een baan waarbij je moet blijven opletten ook. Wel, die eerste bochtensessie ligt echt zo van de baan af als je niet... Ja, maar ook die... die lang kort daarna volgt. Die hele wijde bocht. Er zit zo'n dip in. Als je die verkeer pakt en te vroeg op het gas gaat... Vergeet het maar. Koos, was er nog wat gebeurd met die release van Gran Turismo 7? Nee, helemaal niks. Nou, ik zag op GameKings volgens mij dat... Ja, jee, jongen. Er zit alleen maar paniek te zaaien. Clickbait. Godverdomme, kut website. Het zal wel weer een PlayStation game zijn, hè? Dat gaat leuk worden, man. Als we dan ook een toernooitje gaan doen. Ik heb zo zin in die game, jongen. Ik ook, man. De enige reden waarom de PlayStation op zolder staat. Kut. Niet praten, Roel. Ik heb nog nooit van mijn leven normale Gran Turismo gespeeld, dus ik ben benieuwd. Een normale Gran Turismo is zo leuk, jongen. Ik ook niet, man. Dit is mijn eerste Gran Turismo. Tjus, oef. Dit is niet eens een Gran Turismo, dit zou ik zeggen. Nee, dat kwam ik later achter. Ik hoorde het ook van dat dit een hele andere soort Gran Turismo was. Ja, dit is de eerste die ik ooit heb gespeeld. Maar qua driving is dit wel echt een Gran Turismo hoor, maar voor de rest niet zoveel. Ja, ik hoorde dat die campaign hier, je hebt alleen die driving school, laten we zeggen. Daarom was ik best wel verbaasd van, oké, is dit het dan? Maar... Het schijnt om iets uitgebreider te zijn, ik kan het terug mezelf. Dus ik heb alleen de eerste nooit gehad. Ik heb wel die demo gespeeld omdat die bij de PlayStation zat. De eerste. Mm-hmm. En ik kwam hem een paar weken geleden kopen via bol.com omdat die erop stond origineel. Maar hij is niet leverbaar. Dus ik heb ze allemaal gespeeld. En het is gewoon echt begonnen bij mijn neef. Die verslaafd eraan was. En ik ging kijken en ik had dus zoiets van... Wat? Dat is echt nog PlayStation 1, hè? Toen vonden we dat fotorealistisch bijna, hoe dat eruit zag. Na deeltje 2 ben ik wel zeker ingestapt, omdat die er kort na die uitkwam. Want die kwam vrij snel. Ja, deeltje 2 is de eerste die ik ook echt serieus heb gespeeld, zeg maar. Lange career. Ik hoop dat ze deeltje 1 op die nieuwe PlayStation dingen zetten, en die streaming dingen. En ik heb denk ik deeltje 3. Ik denk dat ik die het meest gespeeld heb. Over welk jaar praten we dan? Lang geleden. 2001, denk ik. Ja. Oké, dat is heel lang geleden. Ja, ik ben ook heel oud, man. Maar waar is de Gran Turismo? Dat is de vraag eigenlijk. Hoe oud ben je dan, Koos? 34.
Broekie. Ja, voor sommigen ben ik oud, hè, bedoel ik. Klopt. Ja, maar kind kunnen zijn, man. Ja, zijn die ook zo snel dan? Ja, ja, mijn vader kunnen zijn, man. Maar ja, grapje. En wat vind je van Mohamed Iretaren dan? Ja, fucking nice. Oh, goede deal. We gaan toch niet over voetbal praten. Ja, ik ben er wel blij mee. 2 miljoen, doe even normaal, hè. Dat is ik, gewoon, ja, ik vind het gewoon een heerlijke voetballer ook om naar te kijken, dus ja. Ja, zoveel is hij nog niet laten zien, toch? Nou, genoeg in ieder geval om mij te overtuigen. Wel een beetje gehyped, altijd. Nee, zeker niet. Dat zei ik al, hè, toen hij bij PlayStation V, bij PSV voetbalde. Toen was ik er al fan van. Terwijl ik echt hekel heb aan alle PSV-spelers ooit. Hoe kan je nou een hekel aan Lucas Niels hebben? Ze hebben mooie spelers gehad. PSV, Kessman, Farfan. Ik had een heel makkelijke hekel hebben aan Luc Niels, want hij scoorde altijd tegen ons. Echt een Arnhemmer. Nou, ook tegen Ajax bedoel ik. Wie is je favoriete Vitesse voetballer dan? Op dit moment niet zoveel, Theo. Maar Theo. Ja. Omdat hij zo, ja, omdat, hoe heet het? Hij is wel de belichaming van zeg maar de Arnhemmers in de wijk waar ik ben opgegroeid, weet je wel? Echt volksjongen. Ja. Zeg maar, dat herken je meteen. Ik was zelf niet zo jongen, maar ja, we hadden altijd een paar van die jongetjes zo in de klas, weet je wel? Echt super. Terreurgast ook. Ja, Arnhemmers kunnen echt zwaar tokkie zijn, man. Zeker. Echt een tokkie stad, als ik het mag zeggen. Nee, het is echt bepaalde gedeeltes. Want er is gewoon zo'n groot verschil tussen nieuwe Arnhemmers en oude Arnhemmers. Klopt. Ja, maar mijn opa en oma die woonden dan, hoe heet het, bij Sonsbeek. Dus dat is eigenlijk het enige deel dat ik ken. Dat als ik dan dat in het stadion kom. Gedeelte. Daarom, en als ik dan in het stadion kom, dan ook. De straffen uit? Nee. Trek nu het? Is er dan zoveel marge in deze baan? Ja, hij staat niet op wel, man. Nou, maar hij staat niet op streng, zeg maar. Hij staat wel aan, maar hij staat niet op streng. Supersoft gestart, ja, Robba? Of ga je nu over op Supersoft? Ja, zeker. Oh, nice. Nee, ja, ik durfde dat niet aan. Start. Thank you.
Oh, sorry. Ja, ik ren daar een beetje vroeg van. Ik heb iets ander tempo dan jij. Ga er maar langs, joh. Ik probeer het al. Ik neem het nou. Oké. Wat een vriendschappelijkheid hier. De voorste is strong. Ik heb niet van plan om een battle aan te gaan met Robba. Ik zou het gewoon doen. Ja, we gaan het gewoon proberen, joh. Pas even, Robba. Kom eraan. Half versleten hardbandjes. Daar hebben we Alvis in zijn Audi. Zit John alweer achter een stuur of nog steeds controller? Op een stuur. Oké. Ben je net binnen gegaan, Alvis? Ik ben al geweest al, ja. Een paar ronden geleden. Oké. Okay. Nee, vandaar dat je gewoon zo makkelijk wegrijdt. Iets met nieuwe banden, denk ik. En talent. Kijk uit wat je zegt, Koos. Alvis heeft zeker talent. Ik zeg ook niet dat hij geen talent heeft, maar je raakt mij midden in mijn hart, man. In mijn racehart. Ja, mij ook, want die lul troef me altijd af in Formule 1. Echt een klootzak. Ik dacht dat we teamgenoten waren. Echt, het is gewoon een soort van Rosberg. Het is een soort van Sebastian Vettel met Mark Webber. En Hamilton. Multi 21, Alvist. Remember Rusland? Ja, dat was top, man. ik denk wel dat je me daar had kunnen hebben. Het was wel risico geweest. Maar, laat ik het zo zeggen, qua pace had je die sowieso moeten hebben. Maar... Wij liggen gewoon heel diep bij elkaar op elk circuit. Ja, ik wou het zeggen, dat is altijd zo inderdaad, ja. Maar jij pakt, de kwalificatie pak je me eigenlijk altijd wel. Wow, achterstevoren, nee. Maar ja, Audi of dit, ja. Ik krijg altijd Audi, bij het tekort zo ook, dingen, iRacing ook. Mm. Ben je ook iRacing? Ja, ik heb dat allemaal gedaan, ja. Ja, sinds dat SC de Corsa er is, doe ik die. Die is veel goedkoper en heeft ook alles. Allee, de GT. iRacing zo gratis? Nee. Dat zal wel zijn. Het is het liefste dat je maar kunt hebben met die abonnementen. En dan de circuits en auto's nog eens kopen. Oh, oké. Circuits kopen ook? Sorry. Ja. Terwijl die van SC de Corsa die zijn ook gelaserscand, zoals die van. Maar, hoe heet het? Gran Turismo kun je niet op PC spelen, toch? Nee. Ja, oké. Okay. Misschien binnenkort wel. Nog niet, ik wou net zeggen. Ze gooien toch alles op PC op dit moment. Ja, er was ook al een leak bij GeForce dat Gran Turismo naar PC zou komen. Ik hoop het, man. Dat zou echt zo fucking sick zijn. Ik hoop het niet. Waarom niet? Ja, ik heb een PlayStation 4. Iedereen die op een PC speelt heeft sowieso helemaal erg met Warzone of zo, weet je wel. Het is gewoon niet meer eerlijk, man. Ja, maar je hebt toch geen voordeel met de PC? Zeker wel. Zo? Met sommige games al, sommige games al. Hey, ja, maar met GT Sport niet. Dat weet je niet. Nee, nou. Maakt niet uit. Oh jongens. Hm? Er werd even geduwd. Mijn smash is wijzelijk stil. Ja, dat is focus, hè. Hij weer. Nou, het valt er nog wel mee. Kijk, ik wou net zeggen, dit is niks vergeleken met voorgaande jaren.
zeggen. Je mag altijd één verdediging maken om te verdedigen, toch? Eén beweging. Dan zijn mijn banden slecht, dus ik ga überhaupt alle kanten op, maar... Zie man. Mooi, ja. Ga er langs, hoor. Als je niet weg vindt. Laten we met z'n drieën door die bocht gaan, dan. Ja. Kan. Dat is een goed idee. Kijk wie het laatste rent. Even wachten. Ik kom erbij. Had vandaag nog iemand in het midden van het circuit opzoeken trouwens? Nou, ik hoop niet. Wat is het midden van het circuit dan? Ik weet niet, vorige week had iemand het midden... Was iemand ja, het midden aan het... Ja, dat zou ik ook aan te denken. Ik zat al te kijken of er misschien een toeristische route was, maar... Dat was toch niet jij alleen, hè, Smash? Ik weet het niet. Ik dacht dat iemand daarna ook nog een keer ging. Oh, ze zeggen de brandstof is op. Moet ik dan naar binnen? Ja, dan moet je... Dat zou ik wel doen. Ik weet niet of je een auto... Het schijnt een redelijk auto, belangrijk ja. te zijn voor een auto. Moet een Tesla of zo hebben. Doe het maar vol. Iemand of kunt Devil naar binnen gaan? Ja, die is Piet. Wat er tegen? Ja. Ja, ik snap het niet, man. Hij staat 15 seconden op mij voor. Slecht.
Waar ze dus. Wauw. Oké. Okay. Gebeurt er? Oh nee, niks. Klinkt niet als niks. Nee. Ah nee, het ligt niet aan mij. Ik weet niet. Straf dat je dat kunt. Ik ben wel benieuwd. Netjes ook al. Huh? Ja. Ook op soft, mijn soft waren echt helemaal dood. Ja, die van mij op het einde waren ook niet heel plezant meer. Ja, je hebt veel tijd goed. Ik schrik inderdaad ook in één keer zo dichtbij, ben man. Had je dan niet door? Nee. Zo'n gevecht? Dat zal dan. Ja, ik wou zeggen, ik zat in een vet gevecht met Jonna, man. Tering. Dus, ik moest naar binnen, Jonna, man. Ja. Dus had ik echt nog wel even twee rondes buiten geprobeerd te blijven of zo. Elke keer datzelfde stukje, hè? Elke keer datzelfde stukje. Ja, naar die kombocht. Ja. Ik kan hem daar gewoon in de 5 pakken. En jij moet dan net terugschakelen, weet je wel. Ja, als ik aan de beide kant op de vuil, dat gaat net niet. Oh nee. Oh, smash gaan op binnen. Oei, oei. Oei, oei. Pest van de pers. Jack Pit Reporter. Wat is er aan de hand? Niks. Ik had niet verwacht dat smash nog in de pitch ging. Ik dacht dat hij ging uitrijden. Jo, naar eruit. Dat vind ik spectaculair. Oh. Oh,
Kom maar Jonah eruit, dus... jongens. Oh, zit er echt uit? Oh ja. Ja. Oh, wat zuur. Ik keek echt nog uit naar een battle met hem. We waren zo gewacht. Bies, hè? Internet misschien? Kan nog naar Smash. Kan nog naar Smash rijden. Hij was vast wel naar binnen gegaan, toch? Hij moet naar jou toe rijden, maar ik denk niet meer dat gaat lukken. Nee, ik ben ook net gepitcht, Smash. Ja, hij ging ronde 13 ging hij eerst naar binnen. Dat zijn dure punten voor Jonna dan. Ja. Kan die ook niet meer opnieuw joinen? Ja, vast niet. Nee, die auto is eruit, dus ze gaan niet meer. Wat gebeurde dan, Jonna? Ja, binnen de tijd viel eruit. Ah, lelijk man. Was je nog van plan naar binnen te gaan trouwens? Ik wilde net naar binnen gaan. Je ging ronde 13, dus ik denk, oh, gaat hij nou dan een hardere band eronder zetten en dan gewoon doorrijden, of? De force is strong. Maar je kunt hem gewoon de punten krijgen voor nummer 3, toch? Dat is wel fair, ja. Dat toch? Was dat 80%? Weet je niet meer eens, mensen? Nou, ik kan dat geval ook nog wel in. Maar is iedere punt weer één natuurlijk, hè? Dat snap je. Ja, maar ik bedoel, dat kan je ook niet fixen, weet je? Wat zou daar nou gebeurd zijn? Nee. Want wij waren elkaar zeker nog tegengekomen. Ja. Nou, ja, maar de ronde nummer 3, toch? Ja, maar ik bedoel meer van, je kan het niet maken naar anderen, van... Wie weet, omdat wij zo dicht met elkaar battelen, was er eentje afgevlogen, je weet het niet. Iemand een ongeluk verkeerde... Dat is niet gebeurd, man, volgens mij. Helemaal nee, tuurlijk, geweest. Maar misschien iemand bijvoorbeeld een verkeerde pitstrategie, weet je wel. Wat als hij nu veel te lang was doorgereden op banden? Het zijn zoveel variabelen. Ja, nou, succes ermee nog. Ja, thanks man. Thanks, fijn balen. Ja, tot de volgende. Yes. Ja, fijn avond. Tot de volgende keer, jongen. Wel lelijk, man. Ja. Ook jammer, man. Dat van jou ook. Eindelijk onder 2 minuten en dan crash je gelijk in de eerste bocht daar. Kapot. Ja, man. Ik doe mijn best. Maar ik merk dat het op deze medium bandjes toch een stuk minder gaat, hè?
Rij op medium, ja? Ja, nu rij ik op medium, ja. Waarvoor heb jij gekozen dan? Super soft. Lef gozer. Ja. Ja, hey, super soft, soft, super soft. Ja, ik had zoiets van, ik ga het niet riskeren, man. Er zitten hier een paar hele verraderlijke bochtjes. En als ik die met versleten bandjes een keer verkeerd pak... Ja, dat is wel zo. Ik speel het op safe. Dit gaat echt spannend worden, man. Het is mijn gun devil. Ja, hoeveel zitten jullie uit elkaar? 2, man. Het is echt de eerste race dat ik echt een beetje wedstrijd heb, eigenlijk. Ja, ik ben wel benieuwd dan. Jammer dat ik niet kan meekijken. Nou, het mooie is hier wel dat je hem altijd terug kan kijken. Ja, dat zeker. Ik sla ze ook altijd op. Ik ben echt benieuwd op wat voor banden die rijdt. Jammer dat hij niet in de chat zit nooit. Ja, het is kut dat PlayStation Party Chat zo kut werkt via streaming. Ja, dat mag ze ook bekend maken wanneer ze die Discord toevoegen. Ja, dat zou echt heel nice zijn, zeg. Discord moet wel gewoon echt het universele multiplatform worden wat gewoon overal beschikbaar is straks. Dat zou wel echt heel nice zijn. Ik wist eigenlijk ook niet wat het was, man. Pas toen ik een keer op jouw Twitter zag dat je die link had. Ja, ik ben het puur gaan doen door streaming. Zo ben ik mee in aanraking gekomen. En ik dacht eerst van, ja, wat is daar nou handig aan? Waarom zou ik een eigen Discord hebben? En, nou, het was de beste wat ik kon doen, denk ik. Inmiddels is die vrij uitgebreid, volgens mij. Ja, nee, maar het is ook gewoon super gezellig. Heel veel fellow nerds, weet je wel. Oh, ik zit helemaal aan de binnenkant, vriend. Ja, ik zag het. Maar je was onzichtbaar, zeg maar. En dan weet nooit of die dan in één keer uit onzichtbaarheid gaat. Oef. Goedenavond. Discord is wat dat betreft fantastisch. Ja, man. Het is gewoon het de moderne versie van het messageboard waar we vroeger op zaten, Fora. Alleen dan nu real-time. Ja, vroeger had je dan nog eens een keertje ICQ en TeamSpeak. Ik zat altijd op forumvergamer.nl. Dat is way back. Best wel wat meetups uiteindelijk ook gedaan met die jongens daar.
Oh, kom dichterbij, Robba. Pas op, hè. Ja. Mijn bandjes zijn er alweer aan. Ja, super sof, die gek. Gaan we hier in Abu Dhabi Max Verstappen versus Lewis Hamilton zien? Het gaat nu wel hard. 2 seconden in 1 keer. Nee, dat is denk ik te veel. Nee, je zat echt net bijna op 10. Op het begin reed je heel erg hard bij me weg. De move is gemaakt, man. Plek nummer 3, let's go. Ja, heb je hem? Ja, man. Nooit, hey, Good Devil geeft nooit op, hè? Dus pas maar op. Nee, ik. Sowieso. Daarom, maar de move is in ieder geval gemaakt. Ik moet vast blijven houden. Nee, want Good Devil had volgens mij. Nürburgring en in Oostenrijk kwam die laatste 2 rondes was die keihard opeens, man. Ja, dat sloeg nergens op. Toen moest ik mezelf nog zorgen gaan maken. Ik zie je alweer, Robba. Wel een seconde vanaf gegaan, ja. En nou zeg ik, gaat hard. Robba ligt 2 bochten voor. Ik kom erachter dat 1 stop niet de beste techniek was, tactiek was deze keer. Take a lot to take me away from you. Ja, ja, ik hoor je niet. Ik krijg een sub door. Ik hoor echt helemaal niks. Ik hoor alleen maar kaart Toto Africa. Tijd dat je wint is Costa Rica. Ga zingen, man. Sorry jongens, ik zit echt diep in concentratie. Wat zei je? De 1 stop gaan of 2 stop? 2 stop. Thanks Blastfire! Benzine, man. Oh, kut. Nou, daar ga je de derde plek. Menen. Dit ga je niet menen. Alles op lean. Ik kan het zeggen, ja, is dat niet mogelijk ik rijden? Moet mijn plek nog vasthouden, man. Ik moet mijn plek nog vasthouden. Oh, shit, jongens. Hey, Koos, heb je nog zo een paar tips? Of... Heel vroeg niet remmen. Nee, ik niet heb remmen. Nog even luid. Door remmen ga je langzamer.
te weinig fuel, niet gassen, toch? Ja, ja. Vroeg liften. Ja. Oh, Robba, jongen. Ik zit in 3.9. Drie rondes kom ik tekort, denk ik. En hier maak ik een flikstuurfout. Man, luistert hij mee met de chat of? Denk het niet. Lekker. Maar geen idee. Misschien heeft hij de stream al. Oh shit. Shit jongens. Ah oh, fuck it. Hoeveel rondjes heb je er nog in zitten dan? Je moet nog één rondje. Ah, jullie zitten sowieso al in de laatste rond. Ik zit in die grote... 0-3 heb ik over, man. Oh, Robba, godverdomme, jongen! Oh, ik denk dat je nog twee rondjes nodig had. Eentje ja, om ik denk het ook. En... Twee rondjes. Ja, maar ik moet er nog wel steeds voorbij, hè? Maar twee rondjes was ik zeker bij, in ieder geval. Woe! Oh. Lekker, hoor. Lekker race je wel, man. Maar hoe haal je het in je hoofd, man, met Supersoft? Man. Hoe haal je het in je hoofd, jongen? Ja. Super softjes. Nou, weet je kan 3-4 rondjes kan je zoveel tijd pakken. Ja, maar je ziet het.